Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Grip Product Battle. In deze battle gaan we twee verschillende soorten Ranja met elkaar vergelijken. Of, zoals wij dat vroeger noemden, aanlanglimonade. Dat is een Ranja is lekker kort en krachtig. Aanlanglimonade is de term die wij vroeger gebruikten. Context eventjes. Ik kreeg deze Ranja, laten we het daar dan maar bij houden, mee van een vriendinnetje van me met een kleine. En die zei, ja, zegt Mindy, ik heb deze thuis in de kast staan. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Het lijkt me een heel goed product. Maar ja, kunnen jullie er eens een keer jullie mening over ventileren? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Vandaar deze battle. Prima. Meteen raak. Dus ik heb de Ranja. Die ziet er een beetje cheap uit. Ook iets minder aandacht aan de fles gegeven dan de dessert. Dessert heeft wel een beetje een luxe uitstraling, vind ik. Ja, maar ook best wel een vette fles ook. Lijkt een beetje op een bidon. Ja. Daar zul je ook vast voor betalen, denk ik. En we gaan eens kijken wat de claims zijn en wat ze in het algemeen of waar ze in verschillen of waar ze overlap hebben. Ja, nou laten we dan beginnen met de luxe variant van TCR. Ik vind ook wel dat het, ja weet je, het doet wel een beetje zijn naam eer aan dat een wat luxere verpakking wordt gebruikt. Want hier staat dus op TCR vanuit 1720... En het is de nummer 1 in Frankrijk. Nou ja, dan heb je ook een nummer 1 verpakking nodig, vind ik. Waar zie je dat? Ja, hier. Oh, hier staat nummer 1. Ja, en hier staat nummer 1 in Frankrijk. Ja. Er zit 0% suiker in. En het is een tropical smaakje. Nou, dat zie je ook heel duidelijk aan de verpakking, aan het plaatje. Ja. En dan staat er iets in het Frans op. Het staat ook eerst in het Frans, dan is het Nederlands. We staan bekend om onze passie en expertise op het gebied van smaakervaring. Alright. Nou, dat is een hele mond vol. Ja, maar op zich wel een leuke tekst. Absoluut wel, ja. Ja, deze is daar iets minder in qua tekst. Dit is gewoon raak vruchtensiroop. Wat me wel opvalt is dat er in allebei een Franse taal op staat. Dus dat Ranja iets met Frankrijk te maken heeft. Ja. Frambozen, zero sugar, dat is eigenlijk de claim. Hij is best wel fancy, heeft veel shine. Wel heel basic, eigenlijk, qua verpakking. Ja, gewoon lekker plastic. Nou, that's it. Nou, laten we eens even kijken op de achterkant van die verpakking. Van, wat zit er nou eigenlijk allemaal in dat product dan? Ja. En is het dus daadwerkelijk handig om te gebruiken of niet? Ja, bij mij hebben ze lettertype 7.2 gepakt. Dus ik moet wat meer op de verpakking kijken. Want het zijn echt kleine cijfers. Dus ik ga mijn best doen om niet te veel te gaan lezen. Maar dan weten jullie, het is echt mini. Ja, bij mij hebben ze enigszins normale lettertype gebruikt. Dat is wel fijn. Nou, als ik even ga kijken, staat allereerst een advies op met betrekking tot dosering. Dat is natuurlijk ook wel heel praktisch. Mm-hmm. Staat het er bij jou ook op? Ja, vast. Vast ergens in die kleine lettertjes. Maar hier staat het dus daadwerkelijk op met glaasjes. Ja, hier staat wel dat ik... ze spreken hier in delen. Dus je haalt maar liefst 30 glazen lekkere frambozenlimonade. Vul 1 deel vruchtensiroop en met 7 delen water. Nou, dat is hier precies hetzelfde. Oh. Ja. Okay. 1 fles is overigens voldoende voor 6 liter. Maar dat terzijde. Wat zit erin? Er staat hier in ieder geval op, zonder kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, geen kunstmatige smaakstoffen, natuurlijke aroma's en zonder aspartaam. Nou, aspartaam, dat is wel handig om te weten. Er wordt heel veel gebruikt in producten die gezoet worden met zoetstof. Aspartaam heeft best wel een beetje een slechte naam gekregen in de afgelopen tijd. In die zin dat er van aspartaam geloofd werd en gedacht werd dat het heel slecht zou zijn voor je gezondheid. Nou, als we gaan kijken naar aspartaam, dan is het gewoon een product wat goedgekeurd is door de Europese Unie. Het is gewoon gezond. In die zin, het kan geen kwaad in de normale hoeveelheden zoals het gebruikt wordt. Het kan alleen maar kwaad op het moment dat je het echt in hele extreme hoeveelheden gebruikt. En die extreme hoeveelheden, dan moet je per dag wel een paar van deze flessen wegtikken. Ja, en je hebt altijd, ook wat je zoekt, hè, op aspartame, je hebt altijd heel extreem die vinden dat het weg moet. En je hebt altijd heel extreem die zeggen, het doet niks. Ja. Waar wij met name ook naar kijken is, maar wat komt er echt daadwerkelijk uit de literatuur? Ja. En wat is dan waar van die claim? Want er zijn altijd kampen die of links of rechts wat meer hun mening hebben. Ja, dat is echt wel een hele overtuigende basis van onderzoeken die zeggen dat aspartaam veilig is. En wij proberen wel met een nuchtere kijk daar antwoord op te geven. Absoluut. Nou, hier staat verder ook nog op 0% suiker. En nou komt-ie, dit is wel een hele interessante. 0% calorieën.
Ik heb ze nog niet zo heel vaak over 0% calorieën horen praten. Ik zou namelijk niet weten waarvan dan die 0% is. Ik geen idee. Ik denk dat ze 0% bedoelen met de hoeveelheid van het totaal wat je normaal gesproken volgens een normale portie zou drinken. Want er zitten wel calorieën in. Hmm. Daar komen we dadelijk op. Eerst jouw claims. Mijn claim? Er staat eigenlijk niet echt een claim. Oké. Okay. Het enige claim die ze hebben is zero sugar. En nou, dat is hetgeen wat ze zeggen. Vervolgens geven ze nog iets aan over hoeveel glazen je eruit kan halen. Dat zijn er 30. En wat erin zit, dat is het eigenlijk. Dus oké. Okay. De verpakking is vrij simpel. Nou, dan eens even kijken naar die voedingswaarde. Want zoals ik dus net al zei, hier zitten in ieder geval wel calorieën in. Ja. Per 100 milliliter siroop zitten er 25 kilocalorieën in. En per 100 milliliter verdunde drank, want dat is dan zeg maar zoals je hem zou gebruiken, zitten er 3 kilocalorieën in. Dan kan ik me voorstellen dat je dus inderdaad met die 3 kilocalorieën op een percentage van 0% afgerond zou kunnen uitkomen. Ja. En dat ze daar vandaan die claim maken van er zitten 0% calorieën in. Ze zitten daar dus wel in, maar wel maar heel minimaal. Dan moet je hem 100 milliliter puur van die aanleng limonade drinken. Zou ik niet adviseren. Nou, ik heb dat wel een keertje gehad. Toen was ik met mijn moeder zat ik achterop en toen werd ik een beetje, kreeg een beetje een hypo, dus ik merkte dat ik een beetje wegzakte. Toen zei mijn oh, hier is limonade. En dat ze echt gewoon pure oranje in een beker gedaan met alle goede bedoelingen. Dus ik giet dat naar binnen. Zo, ik kreeg daarna zoveel energie. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook echt een enorme tenminste, de normale oranje van vroeger, dat zat echt wel een enorme dosis suiker in. Ja. Dus wat dat betreft die, hebben ze nu echt wel stappen gezet, hoor. Die heb ik ook gevoeld. Hier staat ook, als we dan eventjes kijken, terug naar de voedingswaardes. Na verdunning zit hier 1 kilocalorie in. Dus dat is ook bijna niks. Nul. Er zitten overigens ook gewoon suikers in. En ook dat is hier bij mij 0,5 gram per 100 milliliter onverdunde drank. En 1,3 gram per 100 milliliter siroop. Ja, hier zit niks in, behalve koolhydraten 0,2 gram. Oh, dat is echt heel weinig. Dat is het eigenlijk. Voor de verder zit er helemaal niks in. Dus als je gaat kijken naar de claim, dat is ook wel vaak wat ze op verpakkingen doen. Er staat dan vaak 0% suiker of 0% van iets. Dat wil zeggen dat er best wel wat in kan zitten, maar dat het in percentage van hetgeen wat je gebruikt afgerond op 0% uitkomt. Ja. Dus al met al, stel je zou dit onbeperkt op een dag drinken met de gedachte, ik krijg nu geen calorieën binnen. Ja, dan ben je echt wel aan de verkeerde kant van de medaille bezig. Want dan krijg je dus inderdaad wel calorieën binnen. Op het moment dat je 10 glazen zou drinken, krijg je gewoon 30 calorieën binnen. Ja, het is niet heel veel. Het is niet heel veel, maar het is er wel. Ja. En wat je hier ziet, is het is met name water. Ook wat je koopt met wat vruchtenwater. Vruchtensap uit concentraat. Dat is wat ze erin doen. En met van allerlei zoetstoffen om de smaak. Ja. Dat is eigenlijk wat je krijgt. Ja, bij mij staat er inderdaad ook water als eerste ingrediënt. En dan inderdaad vruchtensappen uit sapconcentraat. Mix van sinaasappel, mango en passievrucht. En er zitten best wel toch al wat toevoegingen in. Vulstof, voedingszuur, natuurlijke aroma's, verdikkingsmiddel, zoetstoffen. Die zitten er dus wel in. En dat zijn dan met name sucralose, steviol en glycoside. Ja. Dus geen aspartame, maar wel andere zoetstoffen. Ja. Maar al met al, als je dan gaat kijken naar de producten, dan kunnen we hier zien dat er inderdaad heel weinig calorieën in het product zitten. Ik zou ook gewoon zeggen van op het moment dat je echt even het water helemaal zat gedronken bent, of de thee of de koffie helemaal zat gedronken bent, en je wil iets wat calorieloos is of bijna calorieloos is, dan is dit gewoon een prima alternatief. Ja. Mits dat je het niet onbeperkt onnozel gaat gebruiken. Nou ja, goed, dat zou je als het goed is sowieso niet doen in een normaal voedingspatroon. Ja, ik denk als je dat heel veel gaat drinken, dat je ook tegen gaat staan. Ja. Ja, er zijn ook superveel smaken op de markt. Daarin kun je variëren. Het moet natuurlijk niet alleen maar zijn dat je steeds meer oranje gaat gebruiken en minder water. Dus zorg gewoon dat je ook gewoon de verhouding water-ranja, als je die gewoon goed gebruikt, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat deed mijn vader vroeger. Die vulde een half glas oranje met ranja en de rest van de helft was water. Oh. Ja, dan is het een beetje anders natuurlijk. Ja. Maar al met al, ja, ga niet gek doen over zoetstoffen of dat soort dingen. Is nergens voor nodig. Gebruik het gewoon lekker als afwisseling op je normale voedingspatroon. En dan is het helemaal prima. Ja, zeker. En als je kijkt naar de verschillende producten, zou jij een product willen terugzien in onze review? Geef hem dan aan in de comments. We krijgen steeds meer reacties, steeds meer aanvragen. Vinden wij ook echt superleuk. Ja, absoluut. Dus vooral blijven doen. En dan gaan wij voor jullie op zoek naar nieuwe producten. En daar gaan we dan de battle mee aan.
Ja, nou, wie heeft deze battle gewonnen? Tara. Ja, nou, deze was een aanvraag van Tara. Tara, nee, dankjewel voor je aanvraag. Maar wie heeft de battle gewonnen? Eigenlijk geen van beide. Het zijn allebei gewoon prima dingen die je kan gebruiken. Producten die gewoon netjes kunnen in, ja, in dus de volwaardigvoeding. Smaakafhankelijk, hou je meer van frambozen, dan heeft die gewonnen. Hou je meer van tropical, dan wint die. Ik vind een goede uitslag. Dus bedankt. Dank jullie wel. En tot de volgende.